De dubbele salarissen van DNA-leden, dat is ter discussie. En de discussie die is er weer opgeleid nadat de fractieleider van de coalitie, Aziz Kumar Gayadin, samen met ABOP-fractieleider Obed Kanapé en parlementariër Kishen Ramsukul dan ook een initiatiefwet hebben ingediend ten aanzien van de dubbele salarissen. We spraken hierover met DA91-voorzitter Angelique del Castillo en wij vroegen aan haar wat het standpunt is van DA91 wanneer het aankomt op dubbele salarissen. Maar niet alleen daarop, na 5 jaar DNA-lid zijn, kan men opteren naar een functie van beleidsadviseur. Hoe zit het daarmee? Moet dat nou allemaal ook zo verder? U hoort DA91-voorzitter Angelique del Castillo. Het is goed te vernemen dat er een initiatiefwet is ingediend wat dit betreft. En wanneer ik dat zeg, dan denk ik dat ik het standpunt van DA91 eigenlijk al blootgeef. Wij hebben al vele jaren hierover gesproken. Ik meen dat het ook onderdeel was van onze verkiezingsprogramma, dat deze zaken, onder andere die dubbele salarissen, moeten worden afgeschaft. We hebben er steeds op gewezen dat er niet zoveel aanpassing in de wet noodzakelijk is om dat te doen. Echter wil ik wel toevoegen dat wat opvalt is dat men bij die dubbele salarissen, men zich richt op de ambtenaar. In feite richt men zich op ambtenaren alleen. En dan wordt het makkelijk het idee gewekt alsof alleen ambtenaren in het parlement zitten, maar dat is niet waar. In het parlement zitten er ook mensen die vrije beroepen uitoefenen, zoals we dat noemen, of ondernemers zijn in een ander deel van hun leven. En dat roept natuurlijk de vraag op, waarom wil je die dubbele salarissen afschaffen? Wanneer je zegt, je schaft het af omdat je wil dat de mensen in het parlement zich zodanig opstellen dat ze vrij van andere belangen en verplichtingen alleen in het belang van de samenleving, de regering kritisch begeleiden, wetten bekritiseren of analyseren of indienen, dan zeg ik van, dan is het niet alleen de persoon die vanuit de ambtenarij politiek kandidaat wordt en daar aankomt, maar dat geldt voor elk assembleelid. Wanneer je zegt, het werk in de assemblee vraagt 24 uur toewijding, dan geldt het niet alleen voor die ambtenaar, maar voor elk assembleelid. Met andere woorden, je moet dan vertrekken vanuit een visie. Elk besluit dat je neemt, moet aan een visie gekoppeld zijn. In deze visie voor ons instituut, Hoogste Instituut van Staat. En dat betekent, en vanuit DA 91 hebben wij de opvatting, dat onze DNA is het Hoogste Instituut van Staat. Het verdient kwaliteitswerk te leveren en de bevolking moet zich 100% vertegenwoordigd voelen daar. Dat heeft natuurlijk repercussies voor ons kiesstelsel, maar daar praten we misschien een andere keer over. Maar zeker voor de wijze waarop een DNA-lid wordt ingezet. En dat betekent dus dat je in feite moet eisen dat DNA een voltijdse baan is. We gaan dan natuurlijk niet meer praten over een schadeloosstelling, maar het wordt een salaris. En dat betekent dus dat dat voor iedereen moet gelden. Ook voor die advocaat die daar plaatsneemt, ook voor die arts, ook voor die ondernemer. Dat hun enig belang de volksvertegenwoordiging is en geen enkel ander belang voor de tijd dat ze daar dienen. Dat het een bewuste keus is om daar te zijn. Dat er geen enkel risico van belangenverstrengeling mag zijn, net zoals onze grondwet dat voorschrijft voor de president en de vicepresident. Omdat deze mensen zijn uitgerust met een bijzonder belangrijke taak. De samenleving stemt, u moet goed begrijpen, onze samenleving stemt op DNA-leden. Aan hun schenken we het vertrouwen om de belangen van de Surinaamse samenleving daar te gaan behartigen, ongeacht waar ze vandaan komen en wie ze zijn. Daarom zeggen wij, dit mag misschien een eerste stap zijn, maar het moet aan een visie gekoppeld worden. En dat moet betekenen dat voor elk assembleelid geldt dat DNA-werk een keus is die je voor die 5 jaar op zijn minst, dat het enig belang is dat je dient. Geen enkel ander belang. Betekent, we willen een voltijdse DNA. Maar wat betekent dit dan voor politieke partijen bij het maken van keuzes? Wie ze op een lijst plaatsen? Dat betekent dat het wel overwogen keuzes zullen moeten zijn. Dat de mensen goed voorbereid zullen moeten worden op de taak. En dat je daar dus mensen krijgt van, we willen nog steeds mensen uit alle sectoren, omdat je die kijk op zaken vanuit alle hoeken wil hebben, zodat je een evenwichtige producten krijgt, evenwichtige beoordeling van regeringsbesluiten.
Maar dat betekent ook dat politieke partijen hun kader gaan moeten voorbereiden op een absolute, en we praten over dienend leiderschap, over opofferingsvaardigheid, dat ze absoluut die 5 jaren zich gaan toewijden aan de belangen van die samenleving. Het betekent ook vanuit de andere kant dat de DNA, hoogste orgaan van staat, kwaliteitseisen gaat moeten stellen. En dat politieke partijen dat gaan moeten overnemen in hun partij. Dat daar mensen moeten komen die kwaliteit leveren, in staat zijn het werk te doen. De nodige opleiding hebben gevolgd, de nodige ervaring hebben opgedaan, zodat je een gezonde balans daar hebt met mensen met nieuwe ideeën en mensen met ervaring die dat bij elkaar brengen. Maar desondanks een goed analytisch vermogen, kennis en deskundigheid kunnen inschatten en kunnen aanscherpen dat ze die basis daarvoor hebben om goed werk in die assemblee voor ons te gaan doen. Dus politieke partijen gaan eisen moeten stellen, meer dan alleen die man kan mooi praten en veel mensen houden van die vrouw, weet ik veel wat allemaal nog meer. Ze gaan eisen moeten stellen dat daar mensen komen die daadwerkelijk de kwaliteit van het instituut verhogen en die zich 24 uur per dag alleen daaraan wijden. Maar we weten, mevrouw Del Castillo, dat de vergoeding die parlementariërs nu krijgen, ook al er heel veel kritiek daarop is, men geeft aan dat parlementariërs in feite veel of te veel verdienen. En nu met de dubbele salarissen, en u zegt waarschijnlijk gaat men dus over moeten gaan naar een salaris. Zou het meer of minder moeten worden? Dus nu heeft men het over een schadeloosstelling. En ik denk dat vaak mensen vallen over het feit dat het als een schadeloosstelling wordt getypeerd en een vrij hoog bedrag betekent. Dus mensen zeggen, hoe kan je dat een schadeloosstelling noemen? Het is als het ware al een salaris. Voor iets dat heel veel mensen part-time doen. Want dat is het idee, het is part-time werk. En dat is waar mensen vaak over vallen. En ook de kwaliteit die geleverd wordt. Kijk, wanneer je in DNA mensen gaat plaatsen die daadwerkelijk, wanneer het volk merkt dat mensen daadwerkelijk op niveau beredeneren, met goede initiatieven komen, in staat zijn over grenzen heen te stappen wanneer het in het belang van de Surinaamse samenleving is. Een regering scherp en kritisch begeleiden, zodat het belang van die samenleving steeds gediend is, dan beginnen mensen al anders te kijken naar het geheel. Want je weet, kijk, er is een Engels spreekwoord dat zegt, when you pay peanuts, you get monkeys. Toch? Dus je moet ook niet gaan van, we gaan ze veel minder betalen, want wie gaat daar naartoe gaan? Als je daar mensen wil hebben die kwaliteit levert, dan moet je ervan uitgaan, ja, je gaat een arts die daar wil zijn, dat moet een bewuste keuze van die arts zijn. Dus die kan niet zeggen, ik moet dan evenveel verdienen als ik op mijn poli zou verdienen. Dat is het offer dat die brengt. Maar tegelijkertijd kan je die persoon niet gaan betalen zoals je een tweederangs ambtenaar op een ministerie betaalt. Want dan ga je dat niveau mensen daar krijgen, toch? Die daar genoegen meenemen. Dus je, naar de schadeloosstelling kijkend nu, er zal misschien enige aanpassing aan moeten komen wanneer je praat over voltijdsbaan, maar niet veel. Omdat je ook geen DNA-leden daar zet om miljonair te worden. Ze gaan daar om de samenleving te dienen. En ze moeten dus goed uitgerust zijn dat ze de uitgaven die daarmee gepaard gaan kunnen dekken. Weet je, als een assembleelid, die moet goed voor de dag komen. Die moet ons internationaal ook kunnen vertegenwoordigen. Moet dus zijn vervoer en zijn woning kunnen onderhouden. Moet misschien een cursus kunnen betalen om bij te scholen. Moet goed kunnen eten. Moet niet blootstaan aan corruptie. Dat mensen zeggen, ik geef je extra als je op die manier stemt. Het is niet nodig. Hij heeft de basis in orde. Toch? Hij moet zijn verzekering kunnen betalen. Dat moet kunnen, toch? Maar daarnaast moet die persoon een normale burger blijven. Je wordt geen assembleelid om miljonair te worden, toch? Dat doe je daarvoor en daarna. Wanneer je klaar bent, kan je in je business werpen en het hoogste salaris bedingen bij een bedrijf voor je diensten. Maar wanneer je assembleelid bent, ben je in dienst van die samenleving en moet je betaald worden zodanig dat je je werk met respect en respectabel kan doen. En naar goed, weet je, met goede resultaten, maar tegelijkertijd representatief bent voor die samenleving waarin we leven. Maar hoe controleer je dat, mevrouw Del Castillo, wanneer we nu weten dat bijvoorbeeld bepaalde parlementariërs hun meerverdiensten, dus hun zogenaamde dubbele salaris, bijvoorbeeld krijgen uit de landbouw, uit de veeteelt, of dat ze nu een restaurant hebben, of noem maar op, gaan ze dan dat niet moeten doen in de 5 jaren? We hebben ook een anticorruptiewet.
En in die anticorruptiewet wordt aangegeven dat alle belangen en bezit moeten worden geregistreerd. En dat moet ook gelden voor assembleeleden, als ik het goed heb. Dat alles wordt geregistreerd. En van die belangen moet afgezien worden wanneer het te maken heeft met bedrijfsvoering. Hetzelfde als voor de president en de vicepresident. Het staat in de grondwet. Moet daarvan afgezien worden voor die 5 jaren die er zijn. Zodat ze zich alleen daaraan kunnen toewijden. En als ze daar toch nog mee te maken hebben, dan moet dat grond zijn voordat ze, weet je, bedankt worden uit de DNA. De controle van vele van deze zaken ligt ook bij de gemeenschap. En daarom is het zo belangrijk dat we die anticorruptiewet volledig in uitvoering brengen. Volledig in uitvoering. En daarnaast, we zijn ook toegetreden tot de VN-conventie tegen corruptie. Ik heb jammer genoeg niet gemerkt dat er daaruit voortvloeiende verplichtingen inhoud gegeven wordt. Daaraan moeten we ook inhoud geven, zodat er duidelijke meldpunten komen. Bescherming van klokkenluiders. Zodat mensen kunnen aangeven van die meneer is nog steeds daar bezig. Bovendien, ook de Belastingdienst krijgt die informatie. Want er moet aangifte gedaan worden, belastingaangifte, afdrachten gedaan worden. En er worden stukken overal getekend. Toch, er worden aandeelhoudersvergaderingen gehouden. Dan kan men daar ook stukken uithalen. Dus er zijn genoeg momenten waarop die controle kan blijken. Maar het belangrijkste is dat stukje integriteit. En dat kan de burger zelf verifiëren. En wanneer je merkt dat er een DNA-lid is die ondanks de verboden toch zaken doet. Als burger merk je dat, dan gaat hij eerst geef je dat aan, van dat klopt niet. En ten tweede stem je niet meer voor zo iemand, want die persoon heeft geen integriteit en is dus bezig jou op te lichten en voor de gek te houden. Maar hoe meet je de prestatie dan van een parlementariër? Hoe je dat meet? Nou, dat is een heel interessante vraag, meneer Ganesh. Maar er zijn eigenlijk vrij simpele manieren. Hoe voorbereid is een parlementariër wanneer die spreekt? Hoe vaak spreekt een parlementariër? Kijk, een parlementariër is daar niet gekomen om een stoel warm te houden. Die moet spreken. Hoeveel zicht heeft een parlementariër? Hoeveel visie heeft een parlementariër? Wanneer er een wet... Kijk, je hebt specialisten, en dat is in elk goed georganiseerd parlement, heb je dat als er grote fracties zijn, dat men zegt, nou, dat is onze milieuspecialist, dat is onze buitenlandsspecialist. Dus niet iedereen praat tegelijk. Alleen omdat je die spreektijd, we merken hier die belachelijkheid met 1,5 minuut en 30 seconden. Mensen komen niet eens uit hun woorden. Dat is ondoenlijk. Waar je naartoe moet, is dat iedereen ruimte krijgt om te praten, maar dat je gaat organiseren in de fractie. Dat men die tijd, zeg maar, die persoon die niet iedereen hoeft te praten. Dat is 1 ding. 2, kennis van zaken. Je verdiepen in de zaken. Daaraan zie je ook van die parlementariër weet waar die het over heeft. Die is met zaken bezig. Contact met de samenleving. Hoeveel contact heeft die parlementariër met de samenleving? Toen we de stemmen nodig hadden, liepen we langs alle deuren en huizen om te... Hoe vaak houdt zo'n parlementariër nog een meeting in buurten, in resorten, toch? Of... hoe vaak ontvangt die persoon je bij het parlement? Worden je brieven beantwoord als je stuurt? Heel wat burgers schrijven brieven, ze krijgen nooit en te nimmer antwoord. Dat zijn allemaal zaken waaruit de prestatie van een parlementariër blijkt. En heel belangrijk, ook voor de verkiezing, is het heel belangrijk dat journalisten en burgers kandidaat-parlementariërs toetsen op hun visie. Waar wil je naartoe? Waarom wil je daar gaan zitten? Wat is het dat je specifiek nastreeft? En als ze een lijst van 30 dingen geven, hebben ze er niet over nagedacht. 2, 3 dingen echt goed doen in die 5 jaren, dat is een realistisch streven van een parlementariër. Maar dan moeten ze zich ook daaraan houden. Dat is de toets voor die burger. In hoeverre houden ze zich daaraan? In hoeverre houden ze zich aan de afspraken in de democratie, in goed bestuur? In hoeverre zijn ze scherp wanneer het komt op corruptiebestrijding? Ook als het hun eigen ministers betreft, om het zo te noemen. Of nemen ze standpunten in van, nou, over die praat ik niet, over die praat ik wel. Dat zijn slechte parlementariërs. Een parlementariër is iemand die 's morgens opstaat, in de spiegel kijkt en zegt, en ook vandaag ga ik voor het volk. Toch? En ook vandaag hou ik me aan die standaarden van goed bestuur, van democratie, van rechtsstaat en wetgeving, handhaving voor ieder en iedereen. En aanpassing van wetten die oud zijn. Toch? Dus parlementariërs die echt een agenda hebben. Je weet, ze hebben een agenda die ze gaan afwerken in die 5 jaar. Ze leggen verantwoording af aan die samenleving en ze zijn scherp in het parlement. Ik wil de lijn even doortrekken, mevrouw Del Castillo. We weten dat na 5 jaren zij mogen opteren naar een functie van beleidsadviseur. Moet dat gehandhaafd blijven? Want ook dat zien we dat al een hele tijd der discussie is. Ja, kijk, ik denk dat we dat
werkelijk heel erg ter discussie moeten stellen. Omdat je moet afvragen, waarom moeten ze dat kunnen doen? Kijk, als je uit die ambtenarij komt en je gaat terug naar je functie na 5 jaar, tot daaraan toe. Maar als je niet in die ambtenarij was en je bent parlementariër geweest, je was dus geen ambtenaar, je was parlementariër. Waarom moet je in die, we weten dat onze ambtenarij al een waterhoofd heeft. Als we kijken naar de cijfers die we zien uit het ECLAC-rapport, dan zien we dat ons land zo armoedig is, zo achter, dat er dus een complete mismanagement van onze inkomsten is. Anders hadden we dit resultaat niet, nu na zoveel jaren onafhankelijkheid. Dus dan kan je onmogelijk dat overheidsapparaat waar we het steeds over hebben, dat we moeten gaan afslanken, steeds groter maken, ook na de verkiezing, als een beloning. Nee, we moeten daarvan afstappen.